Goedendag, ik ben Jiri de Waal en wij krijgen vaak de vraag: hoe maak ik een vijvermandje van jullie planten? Dat wil ik u graag demonstreren. Allereerst gebruik je een mandje, een stukje worteldoek om te voorkomen dat het zand erg uitspoelt, maar ook vooral om te voorkomen dat de wortels ver buiten het mandje groeien en de plant gaat woekeren. Ik knip het even op maat. Het hoeft niet heel erg ruim. En dan vouw ik het er zo in. Dan doe ik er eerst een schep zand in, dat het goed stevig vast zit, voordat ik het afgeknippen. Zelf gebruik ik het liefst vijveraarde voor het vullen van de mand. Heeft u dat nou niet, dan kunt u ook tuinaarde gebruiken. Maar als u dan klaar bent met het vullen van de mand, moet u de mand heel goed inweken van bovenaf. Anders kan het nog uitspoelen. Hoe dan ook, gebruik nooit potgrond. Potgrond blijft ook na het inweken en inspoelen nog te licht, spoelt heel makkelijk uit uw mand en houdt de planten niet goed vast. De vrijgekomen potgrond kan ook algenbloei uitlokken. Als u het te ruim heeft afgeknipt, dan is dit ongeveer het moment om de randjes te doen. Nog iets extra zand erop. En goed aandrukken. Ook weer niet te vol, want er moeten nog planten en afstrooigrind bij. Voor het maken van de gaatjes gebruik ik dit. Maar u kunt ook gewoon uw vinger gebruiken of iets anders rond. Dit mandje vulde ik met waterviolier. Die gebruikt veel ruimte, dus ik doe er niet te veel planten in één mandje. 3 stuks. Ik haal het loodje eraf. Die dient alleen maar in de winkel de planten laten afzinken. Maar voor in de vijver is het beter geen lood te gebruiken. En ik steek hem zo ver mogelijk in een gat. Probeer de stengeltjes niet te knakken of te kneuzen. En dan druk ik het meteen aan, voordat ik de volgende ga doen. U kunt er overigens voor kiezen om de stengeltjes ook los één voor één in de aarde te steken. Maar zo heb ik de ervaring dat er ook hele goede resultaten worden geboekt. Nu zitten ze al best wel vast, maar kan het nog wezen dat wanneer u de vijvermand in de vijver laat zakken, de aarde door de onderwaartse druk uit de mand spoelt. Daarom strooi ik het af met een klein soort grind. U kunt het in elke kleur doen. Als u het niet wilt zien, kunt u best een zwart nemen. Ik vind het witte erg mooi in contrast met het groene, dus ik gebruik wit. Ik gebruik daarbij ronde steentjes. Elke steentjes kunnen eigenlijk gebruikt worden. Maar indien u vijverfolie heeft, is het beste om geen split te gebruiken, want dat heeft scherpe randjes. En als het dan over de mand gaat en u schuift uw mand over het split, dan kunnen de krassen ook scheuren of lekkages en een vijverfolie veroorzaken. U heeft niet heel veel nodig. Een centimetertje of 2 rondom is meer dan voldoende. Nu zit het rondom in de grind. Nu kan het nog wel eens lastig zijn om de vijvermand in de vijver te laten zakken. Daarvoor heb ik nog een tip.
Onze vijvermandjes hebben allemaal een klein spleetje in de rand. Daar kunt u een tie-wrapje doorheen steken. Dan kunt u de tie-wrapjes aan een hark doen en hem zo met een stuk tuingereedschap, hark bijvoorbeeld, in uw vijver laten zakken.